Nou, we zijn hier in Beek. Het regent een beetje en we zijn eigenlijk op verkiezingstour, maar toen kwamen wij langs een nieuwe eetgelegenheid in Beek van Romely. Die is hier begonnen. Die heeft vroeger heette het Café De Witte. Dat is helemaal verbouwd tot restaurant en dat heeft nu een nieuwe naam gekregen ook, hè? Ja, dat klopt. En wat is de naam? Een Brasserie Charlie. Brasserie Charlie. Ja. Ja. Wanneer ben je hier van start gegaan? 1 maart heb ik het pand gekocht en we zouden eigenlijk 1 november openen. Na een lange verbouwing, maar dat is helaas nooit gebeurd. Nee. Dus we zijn wel geopend, maar dan voor afhaal. Dus in verband met de corona natuurlijk niet echt open. Ja. Maar we proberen er toch het beste van te maken. In het weekend doen we to go. De hele week hebben we onze ovenschaaltjes. En we moeten er maar wat van maken. Ja, je moet het wel durven in deze tijd, ja. Hè, met corona. Alle horeca is min of meer gesloten. Hè. Alleen buiten kun je wat doen. Ja, ja dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Maar ik denk dat het als ondernemer dat het je kracht moet zijn om ondanks de situatie altijd maar weer door te gaan en iets creatiefs te bedenken en de tanden erin te zetten. Ja, dit pand, huur je dat of is het eigendom? Het is een gekocht pand, ja. Een gekocht pand, ja. Oké, dus je hebt flink moeten investeren. Ja, klopt. Ja. Oké. En vandaag hebben jullie een speciaal recept, hè? Ja, in verband met de verkiezingen die hiernaast kan gestemd worden. Dus hebben we vandaag onze verkiezingen. Dat zijn kiesjes in bakjes to go of hier op te eten. Ja, en met hoeveel mensen drijven jullie deze eetgelegenheid? Met hoeveel mensen doen jullie dit? Eigenlijk doe ik het samen met een kok. Ik doe de voorkant en hij doet de keuken. En we hebben wat meiden die dagelijks meehelpen met de dagelijkse gang van zaken eigenlijk. Zoals zij hiernaast. Ja. Hoe is jouw naam? Mirre. Mirre, oké. Ja. En wat doe jij speciaal? Vooral de bezorging 1 keer in de week. En tussendoor gewoon een beetje helpen met to go en de afwas, gewoon waar ik kan helpen. Ah ja. Beetje helpen. Doe je dat op een vast aantal uren in de week? Of, ja, elke zaterdag vast en dan soms tussendoor. Tussendoor eventjes. Zoals ja. Vandaag. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, en het loopt al aardig zo de laatste tijd. Ja, het loopt eigenlijk heel goed. We hadden nooit verwacht dat we zoveel zouden kunnen. Maar we worden door Beek super warm ontvangen, dus dat is heel fijn. Ja, en zijn jullie ook min of meer een beetje afhankelijk van het toerisme? Ja, ik denk het straks wel. Er zitten natuurlijk veel bed en breakfasten hier en daar doen we nu al veel mee, dus dat is heel leuk. En we hopen natuurlijk dat straks, als het lekker wandelweer wordt, dat het gewoon weer aantrekt. En dat de toeristen ons ook weten te vinden, ja zeker. Ja. En nu, in de coronatijd, is het met name afhaalmenu's, denk ik, hè? Ja, alleen maar. Ja, ja afhaalmenu's en coffee to go en dat soort dingen, ja. Ja. De kok die is binnen bezig, daar gaan we ook even kijken zo dadelijk. Wat is die aan het bereiden? Hij is nu bezig met onze ovenschaaltjes voor vanavond. Dus de hele dag door ontvangen we eigenlijk bestellingen en hij gaat die vastmaken. Okay. En mensen kunnen vanaf 3 uur afhalen, dus we zorgen dat het om 3 uur ook klaar staat. Dus, ja. Okay. Ja. Nou, leuk. Dankjewel voor het interview. Ja, ik loop nog even naar de kok en dan gaan we daar ook nog even interviewen. Ja, hè? Dat is helemaal goed. Dankjewel. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland in de keuken van het restaurant en daar treffen we aan de kok natuurlijk. Ja. Hoe kan het ook anders? Hoe is jouw naam? Giel Jansen. Giel Jansen, je woont hier in Beek of? Nee, ik kom uit Zetten, de andere kant van de water. Een eindje verder weg natuurlijk, ja. Hè? Ja. Maar je bent hier al een tijdje de kok, zeg maar. Ja, vanaf het begin. Als enige of zijn er meerdere? Tot nu toe als enige, ja, in verband dat we natuurlijk nu niet open mogen, ben ik de enige nog tot nu toe. Maar ja, als we open zijn, dan komen er natuurlijk wat meer mensen bij. Dan staan we hier met z'n 2 of 3 in de keuken. Ja, ja. Ja, het is een moeilijke tijd nu met corona. Hè? Mensen mogen niet binnenkomen eten. Dus het is te hopen dat de restaurants binnenkort weer open mogen op een veilige manier. Ik hoop het, ja. En ik hoop ook dat we dan open mogen blijven. Hè? Dus niet dat we ineens volledig open mogen en 2 weken weer moeten sluiten. En dat we het gewoon kunnen opbouwen naar een mooie tijd. Ik ga ervan uit dat de regering daarin een weloverwogen besluit zal nemen. Want dat op een heel dein, dat, wordt dat niet willen ze niet. Nee, precies. Nee. Ja. Nou, ik zie dat er heel wat klaargemaakt wordt hier. Dit zijn ook de maaltijden voor vanavond. Ja, dit worden de maaltijden voor vandaag. Ik maak iedere dag de maaltijden vers. Die pakken we in ovenschaaltjes. En dan eind van de dag vanaf 3 uur kunnen mensen ze ophalen.
En dan de volgende dag ga ik ze weer vers maken. Ja. Het bestellen, gaat dat online of telefonisch? Het bestellen gaat even telefonisch. Via de app of bellen, alles is daarin mogelijk. Ja. Jullie hebben een speciale app daarvoor? Ja, gewoon via WhatsApp. Via WhatsApp, ja. Ja, okay. Gewoon een berichtje sturen met wat je die avond wil. En dan hebben we het klaarstaan vanaf 3 uur. Oké. Okay. Nou, succes. Ja, dank je wel.